Welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Het is alweer aflevering 55, wat gaat het toch hard? En we zijn nog steeds bezig natuurlijk met Disney Unique. En Disney Unique, dat is een pretpark die ik maak. En dat ik steeds meer ga bouwen aan het pretpark, dat weten jullie inmiddels. En jullie hebben gevraagd in de comments om een tour te doen door het park. Het lijkt me leuk om dat in ieder geval in de volgende aflevering te doen. En dat we nu ons focussen... moet goed zeggen, met dit stukje gebied. Ik ga hem op pauze zetten, want anders krijgen we continu die meldingen. En dan kan ik rustig op mijn gemak bouwen. Wat is nou het idee? Omdat ik deze groene bergen nog wat wou door laten lopen. Omdat dat hier ook, hier ook is. Wou ik dat thema met dit een beetje gaan vermengen. Dus wat krijgen we dan? Dat ik deze steen ga weghalen. Dat we dit ook gaan weghalen, die boomstronk. Dat we hier dat stukje gras wat in de lucht hangt. Of het zijn hanglianen, weet ik veel hoe je het wil noemen. En dan gaan we in ieder geval dit pad, wat je hier dus ziet. Dat hele mooie grote pad, dit gaan we ook weggaan. Gaan we dit mengen met dat je hier naartoe kan lopen. Dus dat gaat er wel vet uitzien. Dat hoop ik, dat denk ik, dat hoop ik, dat gok ik. En om te beginnen gaan we dus eerst even die mooie bergen pakken. Het is een beetje opgehoogd land wat een berg vormt. En dan gaan we even met roller, scroller, coaster tycoon, want het is de violige set. Ik kom er gewoon zelf niet uit, de violige set. En die set gaan we dus plaatsen op een goed punt in het park, waardoor het dus wat gaver eruit ziet, dat het wat minder langwerpig is. Wacht, ik ga hem ook hier neerzetten, want... Zo. Kijk, zoals je ziet is dit een beetje langwerpig. Is dit een beetje, ja... Sluit het niet heel mooi aan. Dus ik wil eigenlijk hier dat ook gaan doen. Zodat het wel aansluit. Zodat dat gebied in ieder geval wel ongeveer met dit te maken heeft. Ik ga hier nog een paar keer die dingen planten. Misschien kunnen we nog meer van die builder sets maken. Maar het is leuker als het aan de zijkant ook doorgaat met die builder sets. Dus wat ik nou doe. Ik pak een beetje de grootte. Zodat die een beetje... Kijk, we halen dat gewoon weg. Zoals je dat zag. Zoals ik deed. Zo. En dan maken we die ook weg. Huppakee. We halen het allemaal weg. En dan als het goed is, als ik dit op de achtergrond kan doen, dan ziet dat er misschien wel heel erg leuk uit. Ja, ik ga er gewoon mijn best voor doen. Zoals ik probeer te doen in afleveringen. En eens even kijken, wat kunnen we hier gaan van bakken? Dat is wel heel erg groot. Die builders moeten we wel hebben, want met die builders vul je juist heel veel van je park in. En dat moeten we ook hebben. Kijk, als we deze gaan draaien, dan kunnen we hem hier neerzetten. En kijk eens. Kijk, dit oogt alweer wat beter. We moeten dus de bezoekers een beetje het gevoel geven... Dat ze in ieder geval niet worden opgesloten, zo wil ik het niet zeggen. Maar dat ze wel omgeven worden met de rotsen. Met de rotsen. En hier, het pad gaat hier er niet tegenaan. En ik weet waarom, misschien weten jullie het ook niet. Of wel, zoals je ziet is dus het niveau niet helemaal goed in orde. Dus dat moeten we eerst gaan doen voordat we dat pad bij elkaar kunnen mengen. Dat is de bedoeling. Ik ga eens kijken, we gaan het schepje pakken. En het schepje moet ervoor zorgen dat wij dus een link kunnen leggen. Van het ene pad naar het andere pad. Het zou toch mooi zijn. En dan moet ik dit ook een beetje gaan doen. Dat het mooi eruit ziet. Dan kan je best vanaf deze kant kijken. En dan zou je hem dus kunnen ophogen. Naar de juiste hoogte. Nou, zoals je ziet kan dit ook weer niet. Zoals je ziet. Dit moet nog een klein beetje omhoog. Zo. En dan klopt hij daar dan wel. Kijk wat een gedoe. Daarom zeg ik mensen. Rollercoaster. Ga dat weghalen in Rollercoaster World. Alsjeblieft, ga dit weghalen, het verhogen. Want het schiet niet op, het houdt niet op. We kunnen er niks mee, we doen er niks mee. Want kijk, zie je? Nou is dat weer niet goed. Je blijft gewoon bezig met deze tool. En nog kan die niet aansluiten. Kom op! Wat is het probleem? Oh, ik zie hem al. Ik zie hem al. Ik heb niks gezegd. Ik heb helemaal niks gezegd. Als ik dan dit doe. En wij doen dit pad hier verlagen. Dan zou die... Kom op! Kom op, kom op. Het moet kunnen. Het moet. Let op. Ja, kom op. Wacht, het staat nog steeds schuin. Ik weet het. We gaan het anders doen. Ik ga het anders ook oplossen. We maken dit namelijk 2. En dan maken we... Kijk. Nou, Vincent, zo kan het dus ook, blijkbaar. Ik deed het heel lastig op de beetje de slechte manier. Zo. Kijk, zoals je ziet loopt het allemaal niet goed. Dit loopt allemaal veel te raar. Zo. Zoals je ziet is het ook een berg, hè? Dus die berg moeten we een heel klein beetje gaan. Een beetje groter maken. Beetje omhoog. Hier zo, kijk. Zo. Eerst doen we het omhoog zo. Klein beetje hier ook. Zo. Kijk, het loopt mooi over in de berg. In die custom scenery hier, die bergen. En nu moeten we dat even ovaal strijken. Even kijken. Of ik denk met deze tool. Nee, dat gaat niet lukken. Oh, verschrikkelijk. Dit is zo verschrikkelijk.
Waarom speel ik dit? Het werkt gewoon niet. Misschien... Nee, maar kijk hoe kijk, we maken bergen. Kijk hoe lelijk. Kijk eens hoe lelijk. Het zijn gewoon punten. Het zijn gewoon scherpe punten. Ik kan er gewoon geen moer mee. Weet je wat? We doen het gewoon even op de eenvoudige manier. Dat is ook een manier die ik jullie wil aanleren. Heel makkelijk. Je pakt het hele gebied. En dan gaat het nog niet goed. wacht even. Je pakt het gebied. En je strijkt het gewoon op één niveau. Kijk. Allemaal naar beneden. Ik weet iets anders. Ik weet iets heel veel beters. Oh, die rots komt naar boven. Dat gaan we gewoon opnieuw doen. Maak het uit. YOLO. We gaan dit gewoon allemaal lekker opnieuw bouwen, dit stuk. Dit maakt ook helemaal niks uit. Kijk, het ziet er nou nog heel lelijk uit. Dat weet ik. En dan gaan we dadelijk gewoon een soort steiger maken. Zo'n steiger van wat we hier hebben. Ik denk dat het heel gaaf eruit gaat zien. Ik heb iets heel unieks in mijn hoofd. Kijk, ik ga hem hier gewoon keihard afvlakken. En dat kan ik ook daar doen, maar dat gaat die berg weer naar beneden. Dit gaan we ook hier doen. Zo. En hier ook. Zo. En dan gaan we dit vlakken naar boven. Zo, op die manier. Kijk. Ja, kijk, jullie snappen het al wat ik wil doen, hè? Jullie weten het donders goed. Jullie weten het allemaal. Maar jullie denken, Vincent, ik laat je gewoon je gang gaan. En dan wacht ik gewoon rustig af. En dan kijk ik of het klopt wat ik denk wat je gaat maken. Hé. Hey. Maar kijk. Dit oogt heel erg gaaf. Als je hier als bezoeker loopt. Kijk. Het hele uitzicht. Schitterend. Dus wat ik hier ga maken, is die rots aan de zijkant. En dan maken we hier een soort van... een steigertje. En het steigertje maak ik van deze kleur. Dat maakt ook eigenlijk helemaal geen reet uit, want er komt een petcover overheen. Briantjes petcover, hè? Die kennen we allemaal. Zo, kijk. En die maak ik dan nog een laagje. Zo. En hoe dat verder gaat, dat moeten we even kijken. In ieder geval, dit is de steigerkant. En die steigerkant gaan we dus van die violage set van maken. Violage. Waar staat de violage set? Kom op, ik heb je gezien. Bij de F. Natuurlijk, ik dacht weer niet na. De F. Zo. En dan pakken wij de bulder. Dit is bulder 1, hè? Oh, dit is lelijk. Ik moet de grote bulders pakken, denk ik. Ik denk de bulder 4. Ah, kijk, daar hebben we die knoerten. Geen knoeperts, maar dit zijn de knoerten, hè? Dat is een verschil, hè? Met name. Ja, hoe gaan we dit doen? Ik weet niet. Misschien... ja, dit is wel weer pittig. Misschien... Zoiets. Ja, dat kan. En misschien kunnen we ook een beetje... Zo. Hè? Even grof, hè? Even grof. Het hoeft niet mooi te zijn beginnen, dat weten jullie. Dat weten we, Vincent! Oké. Okay. Ik zeg al niks meer. Kijk. Ja, dan hebben we een laag, hebben we een laagje. En dan werken we het af. Nou, zoals je ziet heb ik dus een beetje het aangekleed tot nu toe, wat ik denk dat het wel leuk oogt, denk ik. Vanaf deze kant ook. En dan is heel dat gebied in ieder geval iets van Japans. Misschien kunnen we hier ook nog wel iets Japans maken. Dat denk ik wel. Maar ja, het sluit nu wel redelijk aan. Ik vind het gebied wel echt fantastisch aan het worden en ik hoop dat jullie dat ook vinden. Want ik heb nooit in mijn leven iets van... China gebouwd, maar trouwens, ik zat de vorige keer wat te zeggen en dat had ik leuk opgemerkt. Het was helemaal niet China, het was inderdaad Japans. Het was in een Japanse mode, dus waarom heet het China Rivercraft? Japan Rivercraft. Of de river, Japanse Rivercraft. We noemen het Japanse Rivercraft, oké? Okay? Speciaal omdat er in de comments hebben gezegd van Vincent, je zegt net van, ja... je maakt Japanse bomen en dan noem je het China Rivercraft. Dat klopt weer niet, inderdaad. Dat had ik inderdaad niet helemaal goed
bedacht. Maar goed, dat is nu goed gekomen dankzij jullie. Dank jullie wel in ieder geval. We gaan deze hekjes ook weghalen, want zoals je ziet gaat deze doorgang ook wat groter worden. Dus deze mooie paal en deze prachtige bank halen we even allemaal weg met dan. Ik verwijder ook gewoon het hele pad, wat maakt het uit. Zo. Het is natuurlijk wel heel erg schön als die hekjes terugkomen. Dus ik ga die even opzoeken. Hekjes, hekjes, hekjes. Waar staan jullie? Volgens mij dit AH-hekje, dat AA-hekje, dat is de goede hek. Kijk, die plaatsen we hier. En dan plaatsen we hier nog eentje. Kijk, dan komen er overal van die gelijke paaltjes. En dat willen we allemaal hebben natuurlijk, hè. We willen niet dat het niet gelijk is, want dan klopt het helemaal niet meer. Moet je het allemaal overnieuw doen. Er is over nagedacht, hè. Kijk, die hekjes houden we daarop. En misschien dat we dat nog even zo kunnen doen. En dan doen we dat ook zo. Ja, denk ik, gok ik. Hier kun je nog wat boompjes doen. En winkeltje of zo. Attractie, weet ik niet of dat hier gaat passen. Ik denk dat dat krap wordt. Eventueel zouden we wel een lanceerachtbaan kunnen doen. Want dat hebben we wel. Maar zo'n looping, zo'n dat je naar achter wordt getrokken. Dat gaan we dus wel de volgende keer doen dan. Ja, ik ga het vast afzetten. Misschien is dat een leuk idee. Laat het weten in de comments. Want daar hou ik wel van dat jullie ook een beetje... kijk, dat ik hier op dit gebied... Dat we hier een coaster maken. Zo'n dat je alleen maar naar achter wordt getrokken. Een loopingje omhoog en dan weer terug. Je weet wat ik bedoel. Maar dat we in ieder geval wel daar ook een attractie hebben. Dat het ook nut heeft. Laat het weten in de comments. Dan gaan we nu een toertje doen. En hoe doen wij een toertje? Ik dacht we gaan gewoon eens kijken wat de mensen allemaal gaan doen. En laten we ook iemand volgen. Een willekeurige burger als dat kan. Kunnen we hem volgen? Of moeten we dan die code invullen? Dat je first person hebt. We kunnen ook gewoon zelf een beetje lopen. Door gewoon even te kijken, wat doen mensen allemaal hier zo? Nou, dit is de Main Street. Hier kom je natuurlijk naar binnen. Limonade is kapot gegaan. Hoe kan een limonadewinkel kapot gaan? Ik wil eens kijken, wat is er aan de hand met de limonadewinkel? Ik wil kijken, wat staat er iets bij van... Even kijken hoor. Nou, hij is gewoon kapot. Het limonadewinkel is caduuk. Dat is echt vreemd. Dat is echt raar. Nou, ik zie net een bootje trouwens gaan, maar we waren niet hier. We waren namelijk bij het begin. Nou, zoals je ziet is dit dus de Main Street. Waar je dus ook een eerste attractie hebt. Dat is hier zo beneden. En dat is dus die wordt goed bezocht. Dat is dus dat je met die safari trein ga je dus langs allerlei thematisaties. Zoals je ziet een spookgebied. En een treintje gaat langs een soort kasteeltje. Dan ga je dus langs een soort Jurassic Park. Met een heel grote dino die hier staat. En dan krijgen we een soort Wild West thema gebiedje. Ziet er ook wel heel leuk uit en gezellig. Dan keer je langs wat natuur. En voor de rest is het apies. En kom je weer terug bij de ingang. Dan aan de rechterkant van de Main Street komt de tweede attractie. En dat is deze Lanceergiga achtbaan. Dat is, heeft hij al een naam. Die had de Curving Castle. En dat is een beetje een kinderattractie. Zo mag ik het wel noemen, denk ik. Een kinderachtbaantje. Ik sla even mijn spel op voordat er iets misgaat. Want ik merk dat die af en toe een beetje vasthangt. Kan ook aan mij liggen. In ieder geval, het is een lanceercoaster. Dus we hebben nog niet echt een kleine lanceercoaster, maar wel een grotere. En deze achtbaan is dus zeer geliefd. Want je gaat dus ook een deel over de parkeerplaats heen. Dat vond ik, ja, zelf heel leuk. Dit is nog allemaal kaal. En ik weet het, de bomen zien er wat lelijker uit. Dat komt omdat ik grafisch een beetje het spel wat lager heb gezet. Dus als je denkt van Vincent, is er wat mis met de video? Zijn mijn ogen wazig? Heb ik een bril nodig? Dan is dit het antwoord. En hier zien we natuurlijk ook nog wat van die bergen die we eerder ook hebben gebruikt. Zonder waterval. Ik ga watervallos, ga ik even plaatsen hier in de waterros. Zoals je ziet, kan ik hem beter doen. Waarom is hij zo lelijk? Zie je dit? Volgens mij is het water niet helemaal hoog genoeg. Kan hij nog wat hoger? Wacht even. Hij kan niet hoger het water. Dat betekent dat... Want hij hoort eigenlijk hoger te kunnen. Zoals je ziet is die veel te laag. En er is dus... Dat betekent... Oh, hier staan nog blauwe balken. Wacht even. Die moet ik nog even verwijderen. Goed dat we even allemaal even door het park heen gaan. Maar het water is niet helemaal goed. Echt niet. Alhoewel, het bootje... Nee, dat vliegt door de lucht. Zie je? Het water moet tot zo hoog komen. En dat doet het niet. En waarom doet hij dat niet? Ik ga het uitzoeken.
Kijk, het water is gecombineerd met het hele grote meer. Dus dat betekent dat er hier iets is gebouwd, waardoor het blokkeert dat het hoger kan qua wateroppervlakte. En nu wil ik weten, ja, dit is het minimale wat ik kan, maar dat wil ik niet, want ik wil hem hoger. Oh, dit is zo lastig. Dit is heel lastig. Kijk, dit ziet er niet uit. Wat erg dit. Ik heb iets gedaan waardoor het water dus niet meer hoger kan. En dan krijg je dit. Het positieve ervan is dat ik onder water ook wat heb gethematiseerd, zodat je altijd wat gethematiseerd krijgt. Maar ja, het ziet er niet uit. Ja, dit moet ik nog een keer naar kijken, want dit is iets wat wel balen is. En wat ik voor de rest niet goed kan zien, wat er nou precies aan de hand is, waarom die dus niet verder meer water bij kan. Nou, dat is voor volgende keer. Dat moet ik heel goed gaan uitzoeken. En dan moet ik allemaal af gaan zetten. Wat een gezeik. Maar het is er wel. Kijk, hier zit niet eens water in. Meen je dit? Oh, daar komt wel wat water. Maar dat kan tot zo hoog. En dat klopt ook niet. Want het hoort tot veel hoger te kunnen. Ik zit in de problemen, zie je het? Nou, leuk. Leuk, hè, Rollercoaster Tycoon? Zoveel problemen brengt het met zich mee. Ach, nou, dan gaan we door. Laat je niet afleiden, Vincent. Dan krijg je de derde attractie. Dat is het Reuzenrad. Het reuzenrad is een van de grootste reuzenradden die er ooit eens bestaan heeft. Maar wel een heel opvallend reuzenrad, want ja, hij valt gewoon op. Je kan ook over het hele park kijken en dat is het voordeel. Dan krijgen we hier natuurlijk de houten achtbaan. Dit heet de Woody Western. Heeft te maken met de Woody van Buzz Lightyear natuurlijk. En deze staat er al ontzettend lang, heeft al een remake gekregen. En wie weet gaan we nog wel een keer opnieuw maken. Maar ik vind hem heel erg gaaf qua layout. Dan kunnen wij een keuze maken of we naar links en rechts gaan. We gaan wel even naar de linkerkant op. Waardoor je dus deze tractorrit krijgt. De Das Matze Old McDonald's. Maar die heet helemaal niet zo. Dat is wel de officiële naam. Maar we hadden toen een naam gegeven. Even kijken hoor. Disney Tractors. Disney Tractors. Ik noem het zomaar. Ik weet niet waarom. Ik vond het leuk. Dan hebben we hier nog een attractie die we nog moeten bewerken, nog af moeten werken. Dat is de achtbaan. Die heeft wel een ingang, maar die is nog helemaal niet open, want die is nog niet afgewerkt. Dat is mijn probleem geweest. Dus die moeten we ook nog gaan afthematiseren. Dat is leuk, want die gaat over de tractorrit heen. Dan krijgen we hier nog een achtbaan. Die heeft nog geen ondersteuning, die moeten we ook nog gaan doen. En dan krijg je hier dus de paardenrace. De paardenrace is dicht. Die moet dus binnenkort ook gaan openen, want die is op zich bijna klaar. Nou, bijna, die is gewoon klaar. Dan hebben we hier nog de boomstamattractie. Dat is de Splash. En de Splash is een hele leuke waterboomstamattractie. Dan kunnen we hier dus dat nieuwe gebied krijgen, dat China. Daar zijn we nu mee bezig. Dat komt dus daar ook. Nou, als je herinnert, als je naar rechts en links kan, kan je nu naar de rechterkant. Dan krijg je dus de monorail, maar die is weggehaald. Dus er staat helemaal niks in dit gebouw, wat we nog wel kunnen doen in de toekomst. Dan krijg je hier dus het gebied van de grote Splash, de grote plonsboten. Zo heet dat, de plonsboten. Dat is een hele grote dark ride. Dan krijg je achter in het park, als je schuin naar in de hoek gaat, krijg je het spookslot. Dat is een kermisattractie. Is speciaal in de hoek geplaatst. Is ook een hele leuke attractie natuurlijk. En dan krijg je dus hier waarschijnlijk de nieuwe achtbaan. Die jullie gaan bepalen in de comments. Laat het weten, zeker weten. En dan zie ik je volgende keer terug met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon. Vergeet geen like te geven en te abonneren in het midden van het scherm voor meer video's. En tot de volgende keer. Doei doei!